Ja, mijn naam is Harm Kreulen. Niet de baas van KLM, wel van KLM Nederland. Gelukkig maar. Namens mijn collega Lisette, die jullie gaat vergezellen op de reis. Maar uiteraard ook namens Corendon, Attilaï en zijn team. De gasten hier, hartelijk welkom hier in de lounge. Dit is onze nieuwe lounge. Hij is helaas niet in gebruik. Dus we gaan straks na het praatje naar beneden voor een kopje koffie en een hapje. Maar ik wil kort even iets zeggen. 14 maart, 3,5 maand geleden. Amerika sloot de grenzen en heel snel daarna als een domino verschillende andere landen. En in feite de hele motor, de hele reisindustrie, de hotelbusiness, de tour operating business, de airline business, kwam tot stilstand. Dus een enorm moloch wat eigenlijk helemaal boem, stil viel. Dat heeft heel lang geduurd en nu zijn we 3,5 maand verder. Waarin een heleboel gebeurd is, maar waar we weer langzaamaan de boel aan het opstarten zijn. Als ik even praat over KLM, wij vliegen in de maand juli naar 75% van al onze Europese bestemmingen en naar 80% van al onze ICA-bestemmingen, intercontinentale. Maar in capaciteit is het niet meer dan 30%, omdat de frequentie naar die bestemmingen laag is. Moet ik ook bijzeggen dat de helft van die intercontinentale vluchten is alleen maar vracht. Op de andere helft nemen we ook passagiers mee. Dus het komt een beetje los, we zijn een beetje aan het opstarten, maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Daarom zijn we vandaag blij met het initiatief van Corendon en blij met het feit dat de overheid op Curaçao de grenzen weer opengesteld heeft per vandaag. En dat we dus met 296 passagiers, waarvan jullie onderdeel zijn, daar naartoe vliegen, allemaal getest op corona, allemaal negatief. Dus de veiligste vlucht in jaren die we hebben. Ondanks dat hebben we wel ons servicepakket aan moeten passen. Jullie zullen merken, het wordt een andere vlucht dan wat je gewend bent van KLM. Het cateringconcept is aangepast, maar ook procedures op de grond, straks bij boarding en aan boord. Loop niet te veel rond. Mondkapjes, ondanks het feit dat iedereen getest is en negatief is, toch zijn die mondkapjes straks in het boardingsproces nodig en ook aan boord. Dus mijn verzoek om dat te respecteren. Nou, ik wens je, helaas kan ik zelf niet mee. Dat was wel het plan. Dat had ik ook heel leuk gevonden. Maar zoals jullie weten, want jullie kijken ook allemaal televisie en lezen kranten, heeft KLM een heel groot steunpakket gekregen. Dat hebben we hard nodig. Maar een van de voorwaarden die aan dat steunpakket gekoppeld zijn, is dat er gereorganiseerd moet worden. En als er gereorganiseerd wordt, moet je niet weggaan. Want als ik dan terugkom, heb ik geen baan meer. En vandaag hebben wij met het directieteam een meeting die over die reorganisatie gaat. Dus helaas gaat deze trip aan mijn neus voorbij. Maar nogmaals, Lisette vertegenwoordigt KLM en Attilaï. En ik wil Corendon alvast nu feliciteren met de opening van jullie hotel. Fantastisch hotel waar we heel veel zaken gaan doen. Dat hebben we al met elkaar afgesproken. We hebben enorme plannen. Er gaan honderden mensen per week straks die we van Nederland naar het Mangrove Beach Hotel gaan brengen. Dus ik hoop dat jullie een fantastische reis hebben.